Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, Summit Staatshoofden en Regeringsleiders Amazone Regio voor Duurzaam Gebruik Amazone Bekken, Commissievoorzitter Melvin Bova over wet Constitutioneel Hof. Suriname organiseert samen met CTU de ICT Week 2019. En Remy Polak over lopende projecten in Komowijnen. In Leticia, Colombia, heeft een summit van staatshoofden en regeringsleiders van de Amazone-regio plaatsgevonden. Een delegatie uit Suriname heeft op 6 september 2019 hieraan deelgenomen met aan het hoofd vicepresident Michael Ashwin Adin. Deze summit beoogt onder andere gezamenlijke pogingen te ondernemen voor de bescherming en het duurzaam gebruik van het Amazonebekken, als ook de preventie en beheersing van natuurrampen inclusief bosbranden met inachtneming van de principes van nationale soevereiniteit. Dit alles zal worden bereikt middels het vaststellen van een pact voor de bossen van de regio die gericht is op conservering, ontwikkeling en duurzaam gebruik. Ook dient deze summit geplaatst te worden tegen de achtergrond van de internationale reacties op de bosbranden van het Amazone-regenwoud. De verschillende staatshoofden en regeringsleiders hebben hierbij de nadruk gelegd op het principe van soevereiniteit. Suriname heeft vastgehouden aan het principe van soevereiniteit, gelijkheid tussen staten en gedeelde, doch gedifferentieerde verantwoordelijkheid. Suriname heeft eveneens aangegeven dat het Amazonebekken uit meerdere landen bestaat. Een gezamenlijke aanpak biedt de beste opties voor duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, voor welvaart voor de onderdanen van de respectieve landen die deel uitmaken van dit gebied. De regering onder leiding van president Desiré Bouterse zorgt ervoor dat voor wat rechts- en bestaanszekerheid van elke Surinamer dat dat goed geregeld is. En een heel belangrijk ding daarbij is huisvesting. In het district Komowijnen zijn er recentelijk een heleboel grondpapieren afgegeven aan mensen. Over dit moment en andere praten we met oud-DC Remy Polak. Oud-DC? Je bent eigenlijk voor altijd DC. Ja, ja. Goed, welkom bij ons. Dank je. We hebben gezien dat er echt een aantal stappen gezet zijn in de afgelopen periode om zeker dat gevoel van zekerheid voor wat huisvesting betreft bij de mensen in Komowijnen zijn er belangrijke stappen gezet. Hoe voelt dat aan als één persoon die daar woont, maar meer ook nog als oud-DC? Nou, we moeten zeggen dat deze regering het niet alleen van het jaar, maar aan de voorgaande jaren heeft gezorgd dat mensen een zekerheid krijgen in de grondbeschikkingen, hun bereidsverklaringen. En het voelt lekker aan. Ja? Mm-hmm. Je hebt gezien hoe blij de mensen waren dat ze na 4 jaren hun beschikking ontvangst kunnen nemen. Waardoor ze een zekerheid hebben dat ze nu een dak boven hun hoofd kunnen hebben. Ja. En dat is zeer belangrijk voor de mens, een dak boven je hoofd hebben. Is zeer belangrijk. Dus deze regering doet hard zijn best, zodat iedereen, omdat iedereen recht heeft op een stuk terrein, op een huis. En de regering heeft enkele huizen opgezet, ja. 10.000, 8.000 hebben we nog niet, maar als je kijkt, dat de regering dat niet heeft gebouwd, maar dat mensen zelf bouwen. Toch? Met een 5% rente, die ze 5% rente of 7% rente. Dat de mensen toch huizen bouwen. Goed, u bent een man van Komowijnen, dus u komt heel veel in aanraking met de bevolking daar ook. Hoe is die respons? Want nu wordt het daadwerkelijk gedaan. Maar hoe is de respons vanuit die bevolking? Nou, de respons vanuit de bevolking is altijd positief geweest. Ja? Mm-hmm. Altijd positief geweest. Je hebt wel enkele die er roet in het eten willen gooien. Mm-hmm. Maar de mensen die standvastig zijn, die geloven, toch? Die zijn gebleven in het project en die lachen nu
omdat ze nu een beschikking hebben. Mm-hmm. En je weet, men heeft ook een launching gehad van Housing Common Way. Mm-hmm. Dat de mensen die nu een beschikking hebben, die een keuze kunnen maken uit 4 modelwoningen die er zijn, zodat er een modelwoning voor ze wordt opgezet op het terrein. Ja. En dat is dan zeer prijzenswaardig. Dus we weten dat je, kijk, als we alvast kijken naar volkshuisvesting, uh-huh. 30.000-40.000 mensen geregistreerd voor een woning. Uh-huh. Dus er zijn nog steeds woningzoekenden. En in Common Way hebben we gezegd, het is voldoende land. Uh-huh. Iedereen heeft recht op een stuk perceel. Uh-huh. Ja? Iedereen heeft recht op een goed bestaan. En als je een woning hebt, ja, dan is 60% van de armoede al verdwenen. Ja. En de regering is dan, gaat dan bezig zijn in Common Way. En ook in andere districten, hoor, maar we praten nu over Common Way. Dat er in Common Way we met 4 projecten zullen beginnen. Mm-hmm. Eentje op Soelen, waar je 703 percelen krijgt. Dan heb je eentje op Marienburg, daar krijg je zo'n 1200 tot 1300 percelen. Dan heb je Babumpasi, Zalkersijver, daar komen 1615 woningbouwpercelen en 42 kavels, landbouwkavels van 2 hectare. En dan heb je nog La Paix, die nog in kaart gebracht moet worden. Ja. Dus de regering is heel hard bezig om de woningnood op te lossen. Bij de activiteit van RGB verleden, de uitgifte, is ook aangekondigd dat project van Richelieu, waarbij er ook, ik denk dat het om 200 woningen gaat. Ja. En daar is uw naam genoemd als een van de coördinatoren. Kunt u ons vertellen, wat moeten mensen doen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen? U heeft ook andere projecten genoemd. We hebben veel aan gehoord dat het niet altijd even transparant aan toe gaat. Misschien kunt u ons vertellen, wat doet men als men in aanmerking wil komen van een van deze projecten? Kijk, een van deze projecten, de projecten moeten ontwikkeld worden. Mm-hmm. Ja? En zoals Richelieu in 2015 ben ik begonnen met Richelieu, waarbij de mensen een bijdrage moesten leveren. Mm-hmm. Ja? Omdat je dat gebied wil ontsluiten. Yeah. Ja? Je moet infrastructuur voor de mensen brengen, wegen, loodstrenzen. Mm-hmm. Ja? En daar heeft men een bijdrage gedaan van 4200. Ja? Een bijdrage gedaan, waardoor je het project kon ontwikkelen. Ja. Toch? En dat is gebeurd, want de aannemer die daar bezig was, die zei dat hij binnen 6-8 maanden dat project zou opleveren. Mm-hmm. Maar er kwam een beetje stagnatie. Ja. Toch? Omdat andere mensen heel wat dingen begonnen te vertellen. Mm-hmm. Toch? Want na een jaar mm-hmm. was het project er. Maar de papieren kwamen er maar niet. De beschikkingen, waardoor boze tongen bezig waren, mm-hmm. de mensen te zeggen, bang te maken, zeggen, hé, je gaat je geld verliezen, ga je geld halen. Het ding is een flop, ja, dat is niet getekend. Maar de mensen die geloof hadden in het project en geloof hadden in Polak, die zijn dan gebleven en die hebben de vruchten ervan geplukt. Want die hebben 200 mensen een beschikkingen, mm-hmm. een toewijzing beschikking. En als het goed is, de minister komt oktober terug in Common Way om weer stukken uit te reiken, eind oktober denk ik, waardoor de rest van de mensen hun bereidsverklaring kunnen krijgen en hun zaak in orde te maken, zodat ze tegen januari, februari ook een beschikking kunnen krijgen, waardoor ze ook een huis kunnen opzetten op hun terrein. Klinkt allemaal mooi, maar als ik in Common Way zou willen wonen of zou de noodzaak zou hebben, zou ik me afvragen, wat zijn de stappen die ik moet ondernemen om in aanmerking te komen voor zo'n... Je zou je moeten registreren. Je zou je moeten registreren, toch? Omdat het gaat om bijvoorbeeld Marienburg, daar kan je maar 1300 mensen helpen. Mm-hmm. Dan vraag je de mensen om te registreren, ja, toch? Eerste is, je moet Surinamer zijn, mm-hmm. toch? Dus je zal met een nationaliteitsverklaring moeten komen. En je zal een copy-ID moeten hebben. Ja. En dan gaan we praten en zeggen, kijk, we willen dat project ontwikkelen. Dat project kost zoveel, mm-hmm. dus uw bijdrage zal dit zijn. Ja. Toch? We hebben al uitgerekend dat de bijdrage bijvoorbeeld per persoon nu zal zijn iets tussen de 9.000 en 10.000. Maar we zeggen, niet iedereen kan 9.000 en 10.000 op tafel zetten. Ja. En we zeggen, als je een bijdrage doet van 3.000, mm-hmm. toch? En de rest mag je dan in kavels doen, omdat je dan een startkapitaal hebt om met die infra te beginnen. Toch? Waardoor de mensen zien, zeggen, hé, nou, dat ding is serieus.
Mm-hmm. Omdat we serieus bezig zijn. Deze regering is serieus bezig en de mannen die ze gezet hebben, mm-hmm. die zijn serieus bezig. En dit is één van de mannen die serieus bezig is. In de Nationale Assemblée is op vrijdag 30 augustus jongstleden de wet Constitutioneel Hof aangenomen. Deze wet is goedgekeurd met algemene 28 stemmen. De voorzitter van de commissie, Melvin Bova, geeft meer duidelijkheid over de inhoud van deze wet. Het belang van de wet Constitutioneel Hof is om invulling te geven aan een belangrijke bepaling 144 van onze grondwet. Om een constitutioneel hof in te stellen om de wetten die we hebben aangenomen, die wetten die gelden in het land, om die te toetsen aan de grondwet. En te toetsen aan internationale afspraken, verdragen zoals we dat noemen. Om in elk geval vanuit de toetsing te zien als ze niet in strijd zijn met de wet. En daarmee te garanderen dat wetten die worden aangenomen, ook bestuursbesluiten, dat is onderdeel, onderlid 2 van artikel 144, dus ook bestuursbesluiten, om ze te toetsen, om van daaruit de conclusie te trekken als ze niet in strijd zijn met rechten van mensen, rechten van gemeenschappen, rechten met name, rechten bepaald uit onze grondwet en internationale bepalingen. Met de wet wordt in elk geval een aanzet gedaan om meer rechtszekerheid te scheppen en ook te zorgen voor een zekere checks en balances tussen de wetgevende macht en de bestuurlijke macht, maar ook de rechterlijke macht, dat bij de uitvoering van wetten er geen strijdigheid is met de grondwet, geen strijdigheid is met de internationale bepaling. Volgens de wet mag niemand anders dat toetsen, niet het parlement kan dat toetsen, niet de rechter kan dat toetsen, ook niet een toevallige minister, maar volgens de grondwet is dat de constitutioneel hof die daartoe bevoegd is. En meerdere pogingen die er zijn gemaakt, er zijn ruim 7 wetten geweest, al vanaf 1975 in ons grondwet gestaan, bevestigd in 1987 middels volksreferendum, is nu dus de daadwerkelijke stap gezet voor de instelling van een constitutioneel hof in Suriname. Voor de instelling van een constitutioneel hof, zeker bij het ontbreken van een memorie van toelichting van de grondwet van 1987 hebben we een praktijk gezien waar velen inderdaad schade of ongerief van hebben ervaren dat functionarissen, instituten, personen, ministers, rechters, iedereen die de wet in feite ter hande had, het naar eigen interpretatie vaak hanteerde en vaak toepaste. Soms wel, soms niet, maar soms ook wel in strijd, de interpretatie in strijd met de grondwet. Dus de rechtszekerheid die hier uit ontstaat, is dat iemand, en niet zomaar iemand, het constitutioneel hof bestaat uit deskundige, ervaren voornamelijk juristen. En rechtsdeskundigen, bestuurskundigen die een uitspraak kunnen doen. En die in feite vanuit de rechtszekerheid die er wordt geschapen kunnen bijdragen aan de balans in de rechtsstaat waar we allemaal voor staan. Beste kijkers, van maandag 16 tot en met vrijdag 20 september 2019 wordt in Suriname de ICT-week georganiseerd. In het kader daarvan praten we met de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, maar ook met de directeur van de TAS. Minister en directeur, welkom. Minister, wat is de bedoeling van de ICT-week in Suriname? Nou, laat ik starten door aan te geven dat ergens in maart 2017 op een heads-meeting, waar ministers allemaal natuurlijk die belast zijn met ICT, aanwezig waren. De afspraak is gemaakt of is besloten om de CARICOM-lidlanden een single space te kunnen geven, die dus uiteindelijk natuurlijk resultaten moet gaan bieden. De bedoeling is natuurlijk om de ministers die daarmee belast zijn met ICT de ruimte te geven om jaarlijks bij elkaar te komen. Te praten natuurlijk over de ICT-sector in hun land,
maar ook vorderingen en andere besluiten die moeten worden genomen, dat te gaan doen. Dit brengt natuurlijk met zich mee dat we als CARICOM dit landen op lijn kunnen zijn en van elkaar kunnen leren natuurlijk. We hoeven als land bijvoorbeeld niet het wiel opnieuw te vinden als onze lidlanden, als onze buurlanden en de CARICOM-landen natuurlijk bepaalde zaken hebben kunnen uitvoeren die succes met zich heeft gebracht. Dan moeten we daaruit kunnen leren. Eén ding moet ik wel vermelden, dat wij als Suriname heel blij om mogen zijn dat wij dus als eerste CARICOM-land EID met succes hebben kunnen implementeren. Er zijn natuurlijk nog zaken die hier en daar besproken moeten worden en aangepakt moeten worden, maar over het algemeen moeten we dus wel natuurlijk heel erg blij zijn dat we een behoorlijke stap vooruit hebben gemaakt met dat. En we kijken uit natuurlijk naar meerdere mogelijkheden die dus die grote ICT-wereld ons kan bieden. Directeur, wat zal er gepresenteerd worden tijdens de ICT-week waar Suriname weinig gebruik van maakt of helemaal geen gebruik van maakt? Het is natuurlijk een week vol met evenementen. We hebben een hele drukke week. Maar het bijzondere van deze week en waar ook de Surinaamse gemeenschap het meest van gaat profiteren is Futurescape. Futurescape is een exhibition die we gaan neerzetten waarbij elke participant gaat kunnen ervaren wat het zou betekenen als we als CARICOM regio een single ICT space hadden. Klinkt allemaal interessant. Heeft Suriname hier voordelen aan, directeur? Absoluut. De minister heeft net al aangehaald dat wij een van de eerste landen zijn die EID succesvol heeft geïmplementeerd. Maar implementeren daarvan is pas de eerste stap. En met Futurescape gaan we laten zien wat de volgende stappen kunnen betekenen voor elke Surinamer. Minister, waarom is er voor gekozen om deze ICT-week in Suriname te houden? In principe is Suriname niet gekozen. We hebben als land onszelf ter beschikking gesteld om dit evenement te kunnen hosten. En het brengt natuurlijk een heleboel voordelen voor Suriname met zich mee. Ten eerste, de diverse ministeries, ook de kabinetten en andere overheidsinstanties, zijn constant bezig met ICT-projecten om dus hun zaken te digitaliseren. Maar we zijn een beetje apart bezig van elkaar. De bedoeling is dat met onze ICT-week iedereen bij elkaar wordt gebracht. De ministers zullen daar zijn, directeuren zullen daar zijn. Vanwege de ministeries zullen natuurlijk de ICT-verantwoordelijken ook daar zijn. Heel breed volk om het zo aan te geven, publiek. En daar moeten we natuurlijk kamerbreed ook kunnen meemaken de richting die wij als land moeten gaan kiezen. Om dus ons e-government verder te gaan implementeren. We doen heel veel, maar we doen nog steeds een beetje apart. De bedoeling is om dat op lijn te brengen, dat we als overheid gaan optreden en samen gaan moeten trekken om dus in ieder geval tijd te besparen, geld te besparen. En ik denk natuurlijk dat met het initiatief die we hebben genomen om dus ICT Week in Suriname te organiseren, wij daarmee tegelijk natuurlijk. Want we krijgen nagenoeg alle lidlanden, dus het loopt best wel een storm. Ik denk dat de directeur daar ook een beetje over gaat uitweiden. Dat wij dus als land de gelegenheid krijgen om onze lidlanden, CARICOM lidlanden, uit te leggen hoe ver Suriname is wat ICT betreft. We moeten even niet vergeten dat wij dus een heleboel talent hebben op het gebied van ICT in Suriname. En we moeten niet vergeten natuurlijk dat los van e-government ook de private sector een behoorlijke bijdrage levert. Ook zij gaan natuurlijk onderdeel en deelgenoot zijn van ICT Week om ook hun gedeelte te presenteren. En samen gaan we natuurlijk kijken hoe wij verder zaken kunnen gaan implementeren wat ICT betreft. Samen, omdat we natuurlijk daarmee natuurlijk veel meer resultaat kunnen gaan boeken. Maar sowieso onze lidlanden de mogelijkheid te geven om ook van ons te kunnen leren. En dat wij ook natuurlijk
van hen kunnen gaan leren. Dus dat wordt absoluut een hele mooie week. Druk, maar een hele mooie week. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.